Wij besluiten het journaal met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS, die geldt tot en met morgen 13 juni. Tijdens de avond- en nachtelijke uren zal het lokaal bewolkt zijn en komen er perioden voor met lokaal lichte tot soms matige buien, eventueel gepaard gaande met windstoten. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. In de nacht van 12 op 13 juni zal het boven Marowijnen, Kommewijnen en Saramaka tijdelijk bewolkt zijn. Paramaribo. In Koroni, Nikeri, Brokopondo en Sipaliwini zullen perioden kennen met onweersbuien. Morgen gedurende de ochtenduren zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn met zonnige perioden. In het noordwesten van het land komen er lokaal lichte tot matige onweersbuien voor langs de kust en het westen van Suriname. De windsnelheden variëren uit het noordoosten tot het zuidoosten in snelheden die oplopen tot en met 21 km per uur. Lokaal zal er een tijdelijke toename zijn in windsnelheid, vooral kort voor en tijdens buien van maximaal 47 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen voornamelijk in het kustgebied en het westen van Suriname lokaal perioden met matige tot kortstondig zware onweersbuien zullen voorkomen die eventueel gepaard gaan met windstoten.